Dames en heren, goedenavond. Vanavond alweer de laatste aflevering van onze serie Verhalen uit de oorlog. Maandagavond, 4 september 1944, meldt Radio Oranje dat Breda is bevrijd. En heel bezet Nederland viert, abusiefelijk, de volgende dag feest. Dinsdag 5 september 1944 wordt bekend als Dolle Dinsdag. Duitse bezettingstroepen slaan op de vlucht. 60.000 NSB'ers pakken hun biezen. Chaos en verwarring alom. Maar het bleek een loos bericht te zijn van Radio Oranje. De stad Breda werd pas op 29 oktober 1944, ruim 7 weken later, bevrijd. Dolle Dinsdag. Iedereen ging de straat op en de vlaggen gingen uit. Rood, wit, blauwe vlaggen. Die Dolle Dinsdag, dat is ook weer een prachtige dag. En het was een stroom van geruchten. Je zag zelf ook wel dingen. Je zag de Duitsers weggaan. Oude mannetjes over algemeen, die bezettingstroepen waren natuurlijk vooral, die waren mannen van 50, dat waren geen frontsoldaten. Met handkarren, met kinderwagens en met de bezittingen erop. Nou, het was gewoon een verslagen leger en daartussendoor zag je NSB'ers, tenminste nam je aan, burgers, die ook allemaal bij ons daar in Leiden op weg naar Utrecht waren. En ondertussen namen de geruchten toe en mensen vertelden dat ze persoonlijk bij de Haagse Schouw al de Engelsen hadden gezien. Of de Canadezen. Dus op een bepaald moment in de middag, toen zei mijn broer en ik, we waren toen thuis, ze komen zo, we gaan de vlag maar uitsteken. En dat deden we dus. En daarop ging in de buurt iedereen vlag, want zei ja, als de Van der Klaus zullen het wel weten. Dus dat zou goed zijn, dus die ging ook de vlag uitzetten. Maar ja, na een uur of wat, toen dachten mijn broer en ik, nee, dat klopt toch niet. Het is mis. Dus wij de vlag weer ingehaald en zijn de hele buurt rondgerend om te zeggen, je moet de vlag inhalen, het is niet waar. En zo. Maar dat was natuurlijk het is een uiterst merkwaardige dag geweest. Door de dinsdag zat ik op de fiets, toen was ik bij een tante geweest, Valeriusterras in Amsterdam. En die had nog wel wat te eten en zo, en dan fietste ik mee terug naar Rotterdam. En ineens waren overal de vlaggen uit en iedereen liep op straat en iedereen was aan het feest vieren, want de Dolle Dinsdag was. En de Amerikanen, of liever gezegd, de bevrijders zouden komen. Nou, mooi naks. Ja. God, het was dat een treurige avond. Verschrikkelijk die avond, zeg. Ja. En toen was het echt afgelopen. Toen werd het echt bitter en boos, na die Dolle Dinsdag. Het was echt niets meer. Dolle Dinsdag was een dag in het najaar van 1944. Toen iedereen verwachtte dat de definitieve doorbraak van de geallieerde troepen zou plaats hebben. En iedereen in Amsterdam dacht dat ook. En dus gingen veel mensen, waaronder ikzelf, naar de uitvalsweg van Amsterdam in de richting van Den Haag, dat is de Zijlstraat. En ik heb daar dus die hele middag met al die andere duizenden mensen daar langs de weg gestaan, langs die Zijlstraat, om de geallieerde troepen te verwelkomen. Ik geloof dat dat een gerucht is dat is verspreid door de geallieerden zelf, om de Duitsers flink de angst in de benen te jagen. Maar hoe dan ook, die duizenden mensen stonden daar en ik dus ook. Ik herinner me nog dat de mensen die naast mij stonden, dat die een verhaal hadden over een telefoongesprek dat ze voerden met iemand in Den Haag. De telefoon werkte toen nog. En dat die persoon in Den Haag, met wie zij dan aan het telefoneren waren, dat die zei, ik kan je niet verstaan, want de tanks van de Engelsen rollen nu door de straten. Ja, dat was dus niet waar, maar het is een van die geruchten die dan de ronde deden. En die steeds werden aangedikt door anderen die dat weer herhaalden. En je weet hoe dat dan werkt, massapsychologisch. Ik herinner me ook dat de Nederlanders toch zo gezagsgetrouw waren, dat ze de straat zelf keurig vrijhielden en zich beperkten tot de trottoirs. Om dan die tanks een ordelijke intrede te kunnen verzekeren. Dus zo was iedereen nog gedisciplineerd, zal ik maar zeggen. Eind 1944. Het Duitse Rijk staat op instorten. Toch blijven vele Duitsers optimistisch. Hitler heeft een geheim wapen beloofd dat de oorlog in het voordeel van de Duitsers zal beslechten. Het zijn de V1 en V2 raketten die door Werner von Braun zijn ontworpen. De lanceringsplaatsen van deze vergeldingsbommen komen ook in Nederland te staan. De V1 en V2's zaaien veel paniek onder de burgerbevolking, maar op het militaire verloop van de oorlog blijken ze geen invloed meer te hebben.
We sliepen met z'n drieën in één bed op een gegeven moment. Het was ook erg koud. En dan was het zwembad was bevroren en dan schaatsten we dan en dan was het heldere maan. En dan hoorde je die V1 en die V2, hoorde je overkomen heel hoog, een afgrijzelijk luguber geluid. En als ze stopten, dat was niet best, want dat baf, de meesten vielen namelijk neer. Waarom? Ze waren niet zo best. En waarom was als ze stopten? Nou, dan sloeg die motor af. En dat scheen nogal wat gebeurd te zijn. Dus die stilte was onheilspellend? Dat was niet best, ja. Dan kon je wachten op een knal. En het was vaak heel ver weg, want het speelde zich heel... Het waren die eerste raketten eigenlijk, ja. Hè? Helemaal von Braun. Ja. Ik denk dat ik een soort neurose heb overgehouden. Als dat de enige is, dan mag ik blij zijn. En dat is een geluidsneurose. En dat is gekomen doordat in het laatste jaar van de oorlog... vrijwel achter ons huis, in het Sperrgebied... die V1 en na de hand de V2 installaties kwamen. De V2 waren geloof ik op die rijdende vrachtauto's, maar het waren rijdende installaties. Maar de V1, dat waren vaste installaties en er was er één vlak achter ons huis. En bij alle spanning van de oorlog, en die ik als heel leuk heb ondergaan, heel wonderlijk, maar als een groeiproces, heb ik dit als een blokkade aangevoeld. Je lag 's nachts in bed, het was altijd 's nachts dat ze in mijn gedachten tenminste werden afgeschoten. En je lag in bed te tellen, je wist, je moest tellen 21, 22, 23. En als je bij 23 was gekomen en het geluid was er nog, dan wist je, nou ben je uit de gevarenzone. Hield het geluid op wanneer je bij 22 was, dan kreeg je die V1 op je kop. En het is natuurlijk wel een paar keer gebeurd dat bij 23 het tellen bij mij ophield. En dan rende je je bed uit en dan ging je kijken, ging je de straat op. En dan zag je die V1 neerkomen. En ja, dat wist je dus. Dus dat geluid van zo'n V1, dat is natuurlijk enorm ingrijpend voor een kind van 12 was ik toen dat gebeurde. Je mocht de straat niet op. Je moest... Met het luchtalarm, als het kan, schuilkelders in of thuis onder de trap zitten. Nou, ja, ik zat wel 10 minuten, maar wist dan toch weer te ontkomen. Hè? Dat deden kinderen, dat, je wist toch altijd wel weer weg te komen. Je wilde het zien, je wilde vooral V1's, die wilde ik altijd zien. Want dat was zo'n, dat sloeg bij mij dezelfde krater. Hè? Als je dan ging kijken en je zag tientallen meters... diep de grond in, de krater. En je wist, daar hebben huizen gestaan, daar hebben mensen gewoond. Hè? Nu nog, dat overkomt nog, dat als ik in de buurt ben van een plaats waar de V1 is neergestort, vlak bij mijn huis bijvoorbeeld, dan ga ik toch nog altijd even kijken. En een paar weken geleden ben ik ook weer toevallig in zo'n straat geweest, in de Indigo-straat in Den Haag. En daar staat dus nu... op de muur een steen gemetseld met de datum dat daar een V1 is neergestort en dat er 40 mensen of zo dood waren gegaan. En ja, het is toch voor mij een hele belangrijke plaats dan. In het bevrijde zuiden heeft men eveneens last van de overvliegende raketten. En als er dan weer zo'n V1 overkwam, zo'n raket die al zonder geluid was, die kon zomaar neerstorten. Maar dan kreeg je ook een seintje van de fabriek die dan waarschijnlijk een soort toeter liet horen. En dan gingen wij uit het bed, 's nachts. En dan herinner ik me dat mijn moeder aan de ene kant van de piano mij beschermde als het ware. En een zus van mijn moeder, die had dan ook nog een kind uit Arnhem. En die stond aan de andere kant in die hoek van die piano tegen dat beton aan van die buitenmuur. Die piano stond tegen de muur. En die stond dan ons te beschermen, wij de kleinste. En de rest moest ook maar een beetje zien om weg te kruipen. Voor misschien scherven of wie weet wat er zou hebben kunnen gebeuren. Niet alleen de raketten maken indruk op Marco Bakker. Ik weet nog goed, ik stond met mijn vader te kijken naar boven en je zag daar dus kogels, zag je, hè, of je zag in ieder geval, dan zag je sporen van kogels, zag je door de lucht gaan. En op een gegeven moment zag ik ik zag ook parachutes naar beneden met een mannetje eraan en zo. En op een gegeven moment zag ik iets zilvers. Dan had je in de oorlog, om de radar te ontlopen, had je van die zilverpapiertjes die ze wel eens uit die vliegtuigen gooiden. En daar raakte de radar dan van in de war, althans dat heb ik begrepen.
Dus ik dacht ook dat dat is zo'n zilverpapiertje. En toen kreeg het de vorm van een kruis. En dat dwarrelde zo naar beneden vrij snel. En toen zeg ik tegen papa, is dat wel weer zilverpapier? Maak dat straks op. Hij zegt, nee, dat is een vliegtuig. Dat is natuurlijk heel ver weg. Maar het was, ja, als klein kind zag ik zag dat niet zo goed. En dat heeft zo'n enorme indruk op me gemaakt. Het was een vliegtuig. Ik weet nog niet of het een Duits vliegtuig geweest is of een geallieerd vliegtuig. Maar het was prachtig met die zon erop. En ik zag dat zo. En toen ging het door me, ja, daar moeten toch mensen in zitten. En die gaan maar dood. De voedselsituatie in West-Nederland was in april 1945 nog steeds kritiek. Eind april staan de Duitse bezettingstroepen toe dat er voedsel gedropt wordt. De voedseldroppings, operatie Manna geheten, gaan door tot 8 mei 1945. Herman Kuiphoff is op bezoek bij zijn aanstaande schoonfamilie wanneer de voedseldroppings plaatsvinden. Ja, ik dacht, maar het schijnt niet waar te zijn, dat dat Zweeds brood was. En ik heb nou pas van een leeftijdgenoot gehoord dat dat gewoon uit Engeland kwam. En dat dat Zweedse brood weer per schip in Delfzijl is gebracht. Maar ik dacht, ik zie het nog naar beneden komen, die pakket. Manna uit Zweden. Ja, nou ja, ja. Maar goed, of het nou uit Engeland kwam of uit Zweden, het was... Het kwam uit de lucht. Het kwam uit de lucht en het kwam eigenlijk uit de hemel ook, ja. Echt waar. Want dat in de Randstad was het zo met voedsel zo verschrikkelijk slecht dat de mensen stormden ook de velden in, hè, om die boel op te vangen, want het kwam overal neer. Jij ook? Ja, ook. En wij hadden show. Kun je beschrijven hoe dat ging? Nou, hoorde je een vliegtuig overkomen of wist je dat die dingen er aankwamen? Ja, het was aangekondigd op of Radio Oranje of de BBC. Misschien wel op allebei. Was het aangekondigd van zondagmiddag. Nou, ik was bij mijn toekomstige schoonfamilie. En de vader van mijn verloofde, die las altijd. We zaten aan tafel. Het was 's middags om 1:30. En hadden ze warm gegeten, voor zover er nog wat was. En dan las hij altijd een hoofdstuk uit de Bijbel. Een heel hoofdstuk. Vreselijk. En je hebt honger? Ja. Ja, maar het was na het eten. Oh. Dus de allerergste honger, maar toch... Dan kreeg je slaap. Ja. Ja, misschien wel, ja. Nou, ik weet wel... Nou, en die man die las de Bijbel van voor naar achter en dan weer van voor naar achter. Dus daar waren stukken bij, volkomen oninteressant. Kijk, je hebt ook mooie hoofdstukken in de Bijbel. 1 Korinthe 13 bijvoorbeeld vind ik een schitterend hoofdstuk over de liefde. Vind ik schitterend. En daar kwam hij ook wel eens een keer aan toe, maar eens in het half jaar of zo. Maar goed, hij zit te lezen en ineens horen wij geronk van vliegtuigen. En dat werd steeds luider en we zagen, naar buiten kijkend, zagen we allerlei mensen al langskomen. Dat hield het niet meer uit. Dus de een naar de ander die sloop, ging heel voorzichtig, stoel en voorzichtig eruit schuiven, sloop de kamer uit. En pa had niks in de gaten, die las maar door. Op laatst zat hij in zijn eentje. We begonnen met z'n tienen en het laatst zat hij in zijn eentje. En toen heeft hij de Bijbel me dichtgeslagen en is ook naar buiten gegaan. Op weg naar het Zweedse witte brood. Op weg naar het Zweedse witte brood, waar hij vreselijk ziek van is geworden. Nou ja, heel tijdelijk ziek. Want het was allemaal veel te vet en veel te zwaar. Ook die chocola die omlaag kwam, was ook verrukkelijk om dan weer eens een plak chocola te eten. Maar je maag kon daar slecht tegen worden. Velen weten nog precies wat ze zagen tijdens de droppings. Wat ik ook heel goed herinner is dus de dropping van het Zweedse brood en de blikken. Met corned beef en boter was het, dacht ik. En die heb ik toen opgehaald aan de Zuidelijke Wandelweg bij het Miranda Paviljoen. Daar kwam dus zo'n hele lading binnen. En er waren ook van die pakketten, die waren dus stuk een beetje, weet je, want het werd ingezameld natuurlijk. Ja, wij waren toch als jongetjes, we dachten, hé, dat is een stuk blik, dus daar heb ik dus aardig wat weg kunnen halen nog. En dat hebben we met z'n allen verdeeld in die straten. Toen kwam ik ook van een tocht vandaan. En dat heb ik dus van ver af, ik denk in de buurt van tussen Delft en Leiden of zo, Zoetermeer, Zoeterwoude, zag ik daar die eerste pakketten komen. En toen werd ik ook ingedeeld bij het uitdelen en het... oprapen, want dat moest natuurlijk ook heel streng gecontroleerd, anders kreeg je een soort van wilde toestand.
En daar bleef natuurlijk altijd voor ons wel eens iets aan de strijkstok hangen. Maar je moest verschrikkelijk voorzichtig zijn hoor, met het eten. Maar ik weet wel, toen die eerste plakken chocolade, dat was nou ja, dat een engeltje op je tong plaste. De vliegtuigen die heel laag overkwamen, met de voedseldroppings en dergelijke. Ik weet nog goed dat mijn buurman, dat was een melkboer, die woonde tegenover ons. En we waren natuurlijk naar buiten gegaan. En toen kwamen die Lancasters en dergelijke, die kwamen zo vlak over die huizen scheren. En die buurman die zat boven op het nokje van zijn dak, zo'n puntdak, met zijn zoon. En die heeft later nog gezegd, ja, één van die wielen die heeft mijn neus achter. En dat geloofde hij als kind natuurlijk. Maar zo laag gingen ze. En dan, ja, dan kwamen de pakken sigaretten en de repen, dat kan ik me wel herinneren. En witte brood, de Zweedse witte brood werd gedropt op, aan kleine parachutjes. Maar ook hele dingen zonder parachute, dat alles uiteen spatten en zo, etenswaar. Dat kan ik me allemaal wel goed herinneren, ja. En op een gegeven moment was er een enorme opgewondenheid. Nu was dat niet van angst, want dat was normaal in dat grote gezin. Altijd als er heen en weer gerend werd, dan was daar paniek. En nu was daar blijheid en iedereen rende de straten op. En dan zag je al die vliegtuigen. Maar het gekke is dat ik later besef ik dat het vliegtuigen was. Maar toen ik zo klein was, herinner ik niet die vliegtuigen. Ik zie alleen die pakken uit de hemel vallen. En toen heb ik gedacht weer dat door het bidden van mijn vader nu de engeltjes brood gingen gooien. Dat is heel eigenaardig. En als ik nu terugdenk, dan zie ik ook wel iets. En dan zie ik echt wel dat daar dus vliegtuigen over met veel lawaai. Maar toen op dat moment zag ik alleen die pakken en waar iedereen op afrende. En dat vond ik zoiets fascinerends. Dat ik, goh, dus als je toch maar heel trouw aan je geloof bent, dan word je gered. Straks in het tweede deel hoort u ooggetuigenverslagen over de bevrijding. Welkom bij het vervolg van Verhalen uit de Oorlog. In het eerste deel hoort u verhalen over de voedseldroppings. Nu volgt de bevrijding. De bevrijding van ons land verliep in fasen. Op 12 september 1944 trekken Amerikaanse troepen Limburg binnen. Later krijgen ze steun van de Britten en een Belgische brigade. Brabant wordt bevrijd door een leger samengesteld uit Canadezen, Britten, Polen en Nederlanders. Breda bijvoorbeeld wordt door een Poolse tankdivisie en Tilburg door de Nederlandse Prinses Irene brigade bevrijd. In Zeeland waren Canadezen, Britten, Amerikanen en Polen actief. De Canadezen bevrijden Noord- en Oost-Nederland in april 1945. Na de capitulatie houden Canadezen en Britten intochten in de grote steden in het westen. Dolf Brouwers werkte in 1944 voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Hij wist zich nog voor het eind van 1944 vrij te krijgen. Ja, ik heb met het comediant zijn ben ik vrijgekomen. Ja, want ik moest steeds met de jongens naar de dokter. Ze hadden weer wat. En ook weer een kans om misschien afgekeurd te worden. Maar op een zeker moment dacht ik, ik kan ook wel eens naar zo'n dokter gaan. En dat waren Italiaanse dokters. Die waren ook gevangen eigenlijk van Bedolio, als ik het goed onthouden heb. En die waren dan daar te werk gesteld als dokter. En ik op mijn manier, ook in het Italiaans, wat ik mankeerde, mijn hart, ja, dat is het enige wat ik er maar van moest hebben. En dat is me ook gelukt ook, het is helemaal gelukt. Ik weet nog goed dat voordat ik geroepen werd bij die dokter, toen ging ik naar de wc en toen ging ik boven op die wc staan, op die bril, en dan sprong ik er vanaf. En dan weer erop en dan weer eraf. En ik kreeg ze wat een hartverlamming ervan. Maar dat was schijnbaar de bedoeling van mezelf. Want toen ik bij die dokter binnenkwam en hij dat ding erop zette, zo, ik weet niet hoe het heet, maar zo met zo'n slang. En toen zei zoiets van, wat wij zouden zeggen, mens, je leeft nog, zoiets zei hij. Maar dan in het Italiaans, begrijp je wel? Nou, dat begreep ik wel. Nou, en toen, moet je eens horen of zoiets, zei die collega's. En toen kwam er nog een Duitser bij, die zei ook zo van, mens. En toen werd ik vrijgesproken. Afgekeurd? Afgekeurd.
Een briefje en... Een briefje. En naar huis. En toen mocht ik naar huis. Nou ja, naar huis, maar daar waren we nog niet mee klaar. Want er was geen vervoer, daar waren ze daar niet op ingesteld in Lingen. En toen, toen mocht ik naar buiten mocht ik toen. Nou, en daar ging ik dan. Toen heb ik eerst een eind gelopen. En toen stond er een vent met een paard. En daar heb ik dat tegen verteld, dat ik me niet zo goed voelde, want ik was al meer dan 30 pond afgevallen. Pond hoor, geen kilo. En ik voelde me ook helemaal niet goed. Ik ben erg ziek geweest daar ook nog. Ik heb nog difteritis gehad ook. Ja. En het was natuurlijk helemaal niks. Makkelijk als je nu zo'n welgedane vent, dat hij dat nu zit te vertellen, dat is natuurlijk heel anders dan als je daar in de ellende zit, dat weet ik ook wel. Maar ik mocht dan op dat paard zitten. En die vent die moest toch die kant op waar ik daarheen moest. Naar Nederland. Ik zei dan alleen maar, ik hoefde maar één ding te zeggen, naar Nederland. Ja. En toen mocht ik op dat paard gaan zitten. En toen mocht ik heel lang mee lopen zo. Hij liep daarnaast en ik mocht op dat paard zitten, dan kon niet eens meer lopen. Ik was op. Toen heb ik nog een keer in een lijkwagen gezeten. Waar anders die kisten staan. Was u de enige inzittende toen? Er was op het moment niemand anders aanwezig. Ja. Op mijn naam, maar die was ook al bijna weg. Maar zo voor lieverlee ben ik in Oldenzaal terechtgekomen. Maar meneer Brouwers, u had geen geld, neem ik aan? Nee, ik had helemaal niks. Geen paspoort of zo? Nee, ik had alleen een bewijsje dat ik afgekeurd was. En dat was in die tijd verschrikkelijk veel. Dat was kapitaal. Ja. Dat was meer dan als een paspoort. Dat was je leven? Ja. Toen kwam u in Den Haag? Ja, ik wou even één ding zeggen. Dat schiet mij nu het eerste binnen. Ik ben het 50 jaar vergeten. Ik had wel wat bij me. Ik had een stuk spek bij me. Nee. Ja, en dat heb ik... Ik had een horloge. Dat heb ik omgetouwd, heet dat. Ja. Omgeruild. Bij die slager. In Lingen nog? In Lingen nog. En op het moment dat ik wegging, zo'n beetje liep het af. En toen, want ik mocht ook wel eens even naar buiten om iets te kopen voor die mensen. En toen heb ik dat omgeruild voor dat horloge, voor een stuk spek. Ja. En dat heb ik nog helemaal mee naar huis genomen. Zij spek? Nou, dat heb ik geweten, want ik kwam ermee hier aan. Maar ik kon wel naar binnen, maar mijn spek niet. Want ik kon niet door dat raam. Met heel veel moeite. Waarom moest u door een raam? Ja, oh ja, dat is heel goed voor u. Dat sla ik maar eventjes heel over. Ja, ik kwam hier aan in allemaal lopend, vanaf het station lopen onder de luizen. En ik kwam hier aan en ik bel, want ik had natuurlijk geen sleutel. En toen was er niemand thuis. Ja, en toen denk ik, mijn god, nog en toe, dat is echt iets voor mij hoor, al die rijntjes. En toen ben ik naar de buurvrouw gegaan, die was dan wel thuis. En die heeft mij dan nog gelukkig geholpen, me binnengelaten. En toen mocht ik op het balkon en ben ik overgeklommen. Heb ik na de hand nog wel veel gedaan. Nee, gewoon. Gewoon ook, misschien, omdat u de sleutel vergeten. Laten was. We zeggen dat de sleutel verloren was. Ja. Want in die tijd had je geen andere plannen, dat begrijp je ook wel. En daar ben ik overgeklommen. En daar sta je dan. En toen ben ik door dat luik daarboven, kon ik zo op, ik ken dat nog. Ben ik daar door het raam daarboven, ik wijs er nu naar, ben ik naar boven gegaan. Ben ik naar binnen gekomen. En toen stond hij hier. En daar, hier was ik dan. Maar het mooiste vond ik wel dat ik naakt naar binnen kwam. Want dat vind ik ook zo raar. Dat je zo'n man bent die allemaal dat meegemaakt hebt. Je bent in razzia's, je hebt alles meegemaakt. Je bent uit je gezin gesleurd. En dat je dan hier op zo'n balkon komt. En dat je dan al je kleren uitdoet. En dat je dan naakt op zo'n balkon stond. Midden in de winter. Spiernaakt. Want ik wou gewoon niet hebben dat die luizen binnenkwamen. En dat vind ik elke keer toch een beetje grappig. Ja, en daar stond ik naakt in december. En ik moest naar binnen. En die zei spek bleef ook op het balkon? Die spek die kon ik pas na de hand, toen ik de deur opendeed, van binnenuit kon ik, want dat kon er niet door. Het was geen zijde spek hoor, maar het was toch behoorlijk zo. En het was ook een mooi klokje.
Afijn, en zo, en dan kwam ik binnen en mijn vrouw was er niet. Het was naar de familie in Rotterdam. En dat was ik dan. En toen, wat een teleurstelling moet het geweest zijn. Dat was een grote teleurstelling, maar dat was er maar één in mijn leven. Dus ik heb er meer meegemaakt en die hebben me groot gemaakt. Nee, het viel wel mee. En toen ben staat ik, hier bloot? Ja, daar sta je dan bloot. En toen ben ik, wij hadden een douche ook, al in die tijd. Maar niet, we hadden geen gijzer nog. Maar toen ben ik onder die koude douche gegaan, maar alleen maar door dat idee dat die luizen dan dat idee er vanaf waren. En toen ben ik naar bed gegaan. En de andere dag kwam mijn vrouw met mijn dochtertje. Nou, die wist ook niet wat ze. Nee, nee. Ik weet nog goed wat ze zei. Heb je wat meegebracht? En dat was spek. Laten we dit maar een schrapje ertussen doen. Want zo was het natuurlijk niet. Ze was heel blij dat ik terug was. Was dat ontroerend? Ja, want in die tijd kwam je eigenlijk nooit meer, als er zoiets gebeurde met die razia's en alles, dan kwam je niet meer terug. Ah. Nee, er zijn ook heel veel van die Haarse jongens of Haarse mannen niet meer teruggekomen. Ja. Die poging hadden gedaan om te ontvluchten en dan werden ze doodgeschoten. Ik heb dat altijd, en dat is dan zo'n beetje het einde van het begin wat ik zei, ik heb altijd in mijn kop gehad, ik kom wel terug, maar ik doe het op mijn manier. Maar er moet niet geschoten worden, daar hou ik niet van. De Polen hadden Breda op 29 oktober 1944 bevrijd. De familie Kartner kreeg twee Polen ingekwartierd. Toen waren we gewoon met vijven en toen namen wij twee Polen die inmiddels aan het oprukken waren in geëvacueerd. Daar kon je voor opgeven als je soldaten. En er was, ik zou er nog wel eens een liedje over hebben willen schrijven. Dat ga ik misschien nog doen ook. Marian en Watzik heette die twee. Zal ik nooit meer vergeten. En Marian, daar kregen we elke, als ik het woord goed uitspreek, hoor Marian, dat zal wel. Lijkt me dan eens een vrouwennaam, maar het was een man, Marian of Marian of zo. Daar ligt niet altijd wat s'mores op de tafel. En die Watzik vonden we eigenlijk maar een na mannetje, want hij mocht bij ons maar slapen en alles. En daar kregen we nog iets van s'mores. Als hij dan weer wegging, die tankjes in. En dan weer bij die brughoofd ter Heide verdedigen, als ik de geschiedenis een beetje goed kan vertellen. En die kwamen dan s'avonds weer terug en die zaten dan bij ons gezellig. En die gingen dan weer slapen, moe, en dan gingen ze s'morgens weer die tankjes in. En Marianne die had altijd wel een stukje chocola en noem op. En van die Watzik kregen we dan nooit iets. Tot op een ochtend. Dat wij, die Marianne, die had weer wat, een stukje dit, een stukje dat. Een paar sigaretjes voor mijn vader waarschijnlijk. En die Watzik, die had ineens, de hele tafel stond op een ochtend helemaal vol met allemaal lekkere dingen. Voor zover dat veel zou zijn, maar ik denk in mijn gedachten zal het veel zijn. Maar wat dingen, die had hij allemaal gespaard. En toen gaf hij ons een hand, dat deed hij ook nooit. Dat was een stugge Pool, zou ik maar zeggen. He, er zijn mensen die geven zich, die Marianne was een heel andere Pool. En zo zijn er ook Hollanders die, ik ken jou niet, dus ik zeg niks tegen je. Nou, en andere mensen zijn weer open. En Watzik was zo iemand die terughoudend was. Maar hij kwam naar ons toe en hij gaf ons allemaal een hand, herinner ik me nog. En hij keek ons aan en zo. En ik voelde daar niks bij, maar misschien mijn ouders wisten dat of ze voelden iets. En toen s'avonds kwam hij niet meer terug en toen was hij dood. Toen kregen we dat ook te horen van Marianne. Hij was natuurlijk uit zo'n tank geschoten waarschijnlijk. En, ja. Ik weet wel dat ik toen zo vermagerd was. Ik was zo blij dat het afgelopen was. Dat ik wilde maar mijn uiting geven door op mijn handen te staan. En ik was zo'n scharminkel geworden, vermagerd, dat ik wou me tegen mijn deur op mijn handen staan. En ik kukkelde iedere keer om, dat weet ik wel. En toen al die mensen die de straat op gingen. En met afgezakte broeken. En iedereen moest zijn broek vasthouden, want ja, je wilde toch de straat op, maar je was compleet vermagerd. En de blijdschap die er toen was, dat je, dat het nu echt afgelopen was op 4 mei. Voor mij is de bevrijding de avond van 4 mei geweest. Waar mensen toch vuurwerk afstaken. En dat wij bij het horen van dat vuurwerk, dat we ons op de grond lieten vallen. En dat we door het opengehakte asfalt, want de hele Laan Vermeerdervoort, ik woonde op de Laan Vermeerdervoort, dat kun je niet meer voorstellen hoe dat was. Dat was helemaal opengehakt, want al dat asfalt, dat hadden we in de kachels opgestookt.
De tramrails hadden we eruit gebikt, de bielsen hadden we opgestookt. En met dat vuurwerk lieten we ons op de grond vallen. En dan kropen we door dat asfalt uit angst, omdat we toch weer geconfronteerd werden met... misschien is het schieten. Hè? Je was dus, toch nog niet helemaal zeker dat het afgelopen nee, was? Nee, je was niet zeker. En de volgende ochtend dat wij alle kinderen van de straat, dat we in optocht naar de Horenbrug in Rijswijk zijn gelopen om daar met vlaggetjes, verhongerd als we waren, met vlaggetjes stonden te wachten tot ik dacht de Canadezen, hè, zijn dat geweest, kwamen en die repen chocola gooiden. Dat zal ik nooit vergeten. Ja. En ja, je zal het van anderen ook wel gehoord hebben. Het witte brood, het Zweedse witte brood. Het is natuurlijk, het zijn beelden dat je op het dak klom van je huis en dat je werkelijk te duizelig was om de laatste etappe van het balkon en dan op je dak. En wij hadden een daktuin en vanaf die daktuin moesten we dan weer op het dak zien te komen. En mijn broertje, die 2 jaar ouder was dan ik, en ik, wij klommen dus op het dak. En daar kwamen die vliegtuigen over en die wierpen dan dat brood. En daar hebben wij dat brood dan gekregen. Nou, dan sta je te huilen. En een paar jaar geleden hebben ze dat herdacht. Hè? Toen kwamen die vliegtuigen weer over. En toen hoorde ik ze aankomen en ik wist, alles kwam weer terug. En toen heb ik in mijn achtertuin, ik heb echt in mijn eentje staan huilen. Toen ik daar die vliegtuigen hoorde overkomen en dacht ik, ja, zo was het. Zo stond ik daar als kind en kon ik dat Zweedse witte brood naar beneden brengen. Ja, dat hadden we weer. Het was al geannonceerd. Wij kwamen terug uit de treek met een flesje melk en toen hingen mensen vlaggen uit. En toen werd het toch weer geschoten, dus die vlaggen gingen net zo hard naar binnen. En er was al zo'n Zweedse voedseldropping geweest met het wattige witte brood. En toen ineens, ja, de Canadezen zouden komen. Dus wij liepen naar de Lange Straat, mijn moeder en ik, huiveringwekkend koud. Stonden we te wachten uren op die tanks. Dus, en dan weet ik nog dat ze eraan kwamen. En ik had witte sokjes aan voor de feestelijke gelegenheid, met die magere beentjes. En toen piste er een hond, een bokser, tegen mijn witte sokken. En dat was zo'n anticlimax. Dat was zo... Daar kwam die tank met al die mensen, die kan deze hoera vlaggetjes. En die zeiknatte poot van me, van die hond die daar zijn poot had opgetild. En dat is eigenlijk precies zoals het leven is. Het bederf is er altijd. Het is nooit één ding. Want het was voor mij wel goed versteerd, die bevrijding, zou ik je vertellen. Dat moment dat, ja, het is zo gemarkeerd. Er kwam een soort compact voedselpakket en wat erin zat, het was zo'n blikje pork sausages, chocola, scheepsbeschuit en een halfje witbrood en zo'n blikje Nestlé gecondenseerde melk. En dat was heel goed gezien van mijn moeder. Ze gaf dat gewoon aan mij en mijn broer, eet maar op, want dat moest. Je kon daar niet voorzichtig mee noemen, dat was natuurlijk killing in die uitgehongerde magen. Dus ik had dat allemaal op, zeg. Ik zal nooit vergeten, ik kon nog net mijn kop daar uit de raam steken en dan kwam dat hele voedselpakket weer omgekeerd in die dakgoot. Dat kon niet anders, want dat had je, dat die vette rotzooi die je ineens in één klap allemaal tegelijk naar binnen kreeg. Maar dat moest, je moest. Dat was de enige manier om dat kon je niet stukje bij beetje. Ik ben altijd al een gretig type geweest, dus dat manifesteerde zich toen in hoge mate. Ja, toen begon dus de wederopbouw. Het begon gauw. Nou, die bruggen, er was een brug op de Bisschopseweg bij ons om de hoek in Amersfoort. Die was opgeblazen door de moffen. En die basaltblokken, of dat beton, dat lag dus in die beek. En daar waren gevangen NSB'ers. En wij stonden met z'n allen op de kant. En toen dacht ik al, nou, wat gaan ze tekeer, het volk. Daar stond een BS'er met zo'n band, BS en een stengun. En die stond, die NSB'ers, die daar in hun ondergoed, moet je nagaan, die rotzooi moesten opruimen. Wat op zichzelf allemaal best legitiem was na alles wat er gebeurd was. Toen was een van die mannen die zei, ik kan er niet bij, het ligt onder water. En toen boorde die BS met een stengun in zijn ribben en riep, nou je duikt maar onder, dat hebben wij 5 jaar gedaan. Oh, dat volk. En die man moest dus onder water. Nou, ik dacht bij mezelf, hier deugt dus niks van. Wraak en haat, het bestaat allemaal, ik ken het zelf ook, die gevoelens.
Maar op dat moment schakelde, nou, waar ik juist al mijn hoop op had gevestigd, nu wordt het anders, de mentaliteit was anders. Daar gebeurde precies hetzelfde. Het was een totale omkering. Ja, daar heb ik heel erg goede herinneringen aan. Maar helemaal niet zo heel erg uitgelaten. Dat is heel raar. Wel feest gevierd en zo. Maar niet dat enorme gehos wat ik altijd op televisie zie of in filmpjes. Dan was het daar buiten misschien ook een beetje rustiger. En dat die een beetje oudere meisjes onmiddellijk geprobeerd hebben om naar het wilde gebeuren te komen. Naar Katendrecht zou ik maar zeggen, bijvoorbeeld bij Kid Dynamite. Of waar ze wisten dat nog gedanst zou kunnen worden of noem op. Maar die interesse had ik niet zo erg. Dus ik was waarschijnlijk alweer op mijn rolschaatsen. De vader van Kuiphof zei aan het begin van de oorlog dat God een einde aan diezelfde oorlog zal maken. Ja, want als mensen zeggen, geloof, wat heb je eraan? Dan pleeg ik altijd te zeggen van, nou, mijn vader heeft er heel veel aan gehad. Dat weet ik zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ik het daarom ook zo kan leven. En ook geloof wat hij geloofde. Kijk, 6 miljoen Joden vergast. En dan zeggen, God is almachtig. Dan zeg ik nee. Maar hij zei ja, toch. Ja, maar hoe dan? Hoe kan dat dan? Ja, dat is Gods raadsel. Daar mogen wij niet in treden. Nou, ja, ik zou er wel in willen treden. En dan zeg ik, nou, dat is dan geen almacht. Het is misschien ook niet God is liefde, wat op elke blad in de Bijbel staat. Ook niet. Dat zie ik daar niet uit. Maar goed. Dat het voor sommige mensen het geloof veel betekent en dat het voor mijn vader heel veel betekend heeft, dat weet ik zeker. Dat weet ik zeker. Maar het moet voor jou als jonge journalist iets onverteerbaars zijn geweest. Wat onverteerbaar? Dat geloof van je vader tegen die 6 miljoen doden die het net... Ja. 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 Dat was het ook. Dat kon je van geen kant op elkaar krijgen. Nee, nee. Dat kan ik nog niet. Maar, ja, maar je kwam uit een besloten christelijk Nederlands wereldje. Dat toch ook zijn enge kanten had, hoor. Zo van, dit moet je aannemen, dit moet je geloven. En verder niet te moeilijk doen. Dat was niet dat mijn vader dat zei, die wilde er best over praten. Maar dat werd je wel op catechisatie bijvoorbeeld. Nou, dat is me wel ingepeperd, hoor. Oh, daar heb je Kuiphof weer met van die lastige vraagjes. Je moet niet zoveel vragen, jongen. Je moet wat meer geloven. Ik zei, als ik geen bevredigend antwoord op lastige vragen krijg, kan ik niet geloven. Zo ging dat toen. Ja. Rudy Karel organiseerde meteen zijn eigen feesten bij hem in de buurt. Ja, de buurtverenigingen en zo. En wat ik later als showmaster, organisator geworden ben, heb ik met 11 jaar al gedaan. Ik heb de hele buurt langs gegaan, heb geld verzameld voor een uitstapje met de kinderen uit de buurt, uit de straat, zo'n 20 kinderen, een paard, een wagen, naar Bergen, naar de enige speeltuin die er was. Dat heb ik helemaal georganiseerd. En één beeld vergeet ik nooit, dat ik bij de armste mensen in die straat kwam, aanbelde, en toen ze de deur opendeed, kwam er een stank uit die deur. Zoiets heb ik nooit meer in mijn leven meer geroken. Dat was verschrikkelijk. Ik zeg, heeft u geld voor een uitstapje voor de buurkinderen? Ja, komt u maar even binnen. Ik kwam binnen, het was... Zo'n troep heb ik nog nooit gezien in mijn leven. De kinderen scheten op de tafel, het was vreselijk. En toen hing er aan de wand een bord. En dat bord zie ik nog steeds voor me. En er stond op, maak van uw woning een koninkrijk. En de armste mensen van de hele buurt gaven een kwartje toch nog voor het uitstapje van die kinderen. Maar dat bord, dat was mooi, dat was het. Frits Bolkestein kijkt naar de periode na 1945. De bevrijding zelf met die Canadezen die met al hun voertuigen netjes geparkeerd stonden aan de Noorder-Amstellaan, zoals die toen heette, nu de Churchilllaan.
En die Canadese soldaten die met Nederlandse meisjes aan de haal gingen. En ja, die sfeer van enorme opluchting en vrijheid. En een nieuw begin. En in september van dat jaar ging ik naar de middelbare school, naar het Borlees Gymnasium hier in Amsterdam aan de Weteringschans. En ik herinner me nog levendig dat die eerste jaar na de oorlog, eigenlijk de hele schooltijd die ik toen heb doorgebracht, tussen 1945 en 1951, dat die in het teken stond van de vernieuwing en van het nieuwe enthousiasme en de nieuwe tijd en de energie die leraren ook weer in hun lessen, in hun leerlingen staken. Het was een bevoorrechte tijd. Die tijd tussen 1945 en 1951 die ik op die school heb gezeten, was voor mij een tijd van geluk. Een tijd van bevoorrecht geluk. Ja. Waarom? Omdat de wereld opnieuw begon. En omdat ons gezin weer een eenheid vormde. En omdat ik te maken had met begaafde en zeer gemotiveerde leraren, waar ik zeer veel van heb geleerd. Wel, dit is het einde van deze serie Verhalen uit de Oorlog. De oorlog die vandaag precies 50 jaar geleden eindigde en het begin betekende van onze vrijheid. U heeft geluisterd naar de verhalen van mensen, bekende Nederlanders nu, die een halve eeuw geleden kinderen, jonge mensen waren. Gewone Nederlandse jonge mensen die hun leven door de oorlog werd getekend. Zij hebben ons hun verhaal verteld, opdat wij ervan konden leren. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is, wil ze dolgraag weten waar de kist is.